feest. Doe die mensen zorgen, dan zei ja. Ik heb geen bananen. Ik heb geen bananen vandaag. Ik heb mijn meisjes, hele mooie. Witte en rode. Maar ja, ik heb geen bananen. Ik heb geen bananen vandaag. Los van een rode koel, door ik vooruit. En er wordt een groepje doen in de basisschuit. De basis staat vol met sap, kistjes voor ons aan. Lelijke meloenenpop, geef me een banaan. De basis, ja, ik heb geen bananen. Ik heb geen bananen vandaag. Meisjes, hele mooie. Witte en rode. Maar ja, ik heb geen bananen. Ik heb geen bananen vandaag. Geen bananen vandaag, ik heb mijn lijstjes, hele mooie, witte en rode. Maar ja, ik heb geen bananen, ik heb geen bananen vandaag. Ja, ik heb geen bananen, ik heb geen bananen vandaag. Zo ontzettend mooi gezongen. En ik kreeg gelijk al bij binnenkomst zo'n mooie hoed. En toen ik als wethouder begon, toen dacht ik van ja, dan moet je ook oppassen en niet allemaal gekke dingen doen. Gekke jasjes aantrekken en gekke hoeden opzetten. Want ja, daar maken ze dan foto's van. En dan zullen jullie altijd denken dat was die wethouder met die radijsjes op zijn hoofd. Maar ja, dat is toch maar zo, hè. Ja, precies. Nou, ik kan iemand dat zeggen. Ik vind echt dat jullie ontzettend mooi gezongen hebben. Hè? En als ik het goed begrijp, gaan hier schooltuintjes komen. Ja! Waar jullie ook... Waar oh, wat zeg je? We gaan taart eten! Oh, is dat de taart? Ja! Oh, die gaan ja, we ook... Oh, dus ik moet niet te lang praten. Nee! Niet te lang praten, want we gaan taart eten. Ja. Nou, wie is de ceremoniemeester? Nu helemaal! Oh, dat ben ik! Ja. Dus wat gaan we nu doen? Nou, ik weet niet of u nog iets speciaals wil zeggen. Er komen hier inderdaad tuintjes. Daar zijn we allemaal heel blij mee dat ze er dit jaar weer komen. Want dit jaar wordt het niet alleen maar meer, ja, wel een beetje door de gemeente voorzien, maar de vrijwilligers die geven de tuinles. En dat is anders dan in voorgaande jaren op deze plek. Dus dat is best bijzonder. En we zijn dus ook heel blij dat we in samenwerking met Pietro zo'n mooie verrassing voor al deze kinderen hebben nu vanmiddag. En die verrassing, ja, dat is wel een hele eer, vind ik, voor u, om die te mogen uitdelen aan deze kinderen. Ja. Dus dat gaan we doen. We hebben ze nu een beetje verstopt in de kruidentuin. En daar staat voor ieder kind die dit seizoen bij ons een schooltuintje gaat hebben, een heel mooi schooltuinbordje klaar. En dan wil ik eigenlijk even Jocelyn en Asma, zei ik het goed? Ja, erbij hebben, want die hebben ervoor gezorgd dat die mooie bordjes voor elkaar komen zijn. Alsjeblieft, moet je even in de camera kijken. Zo doen we dat. En de foto.